Ik ben Monique, coördinator van dierenopvangcentrum Spijkenissen. En we maken hier elke week het item van Dier van de Week. We hebben hier gemiddeld een hond of 20 en ongeveer 40 katten zitten. Waardoor er altijd keuze is om maar eentje Dier van de Week te maken. Dier van de Week met Quincy en Diesel. Helaas geen Monique, die is even druk, dus neem ik het over. Ik ben Sabine. Quincy en Diesel is vader en dochter. Dat is Diesel, dat is papa van 10 jaar oud. En Quincy van 9 jaar oud. Beide kruising Labrador, Stafford. En ja, misschien nog wat zit er wel door. Wat weten we niet precies. Wel dat het vader en dochter is. Ze zijn bij ons gekomen omdat de eigenaar helaas medisch gezien niet meer voor ze kon zorgen. Hij had zelf medische zorg nodig, dus zij is hier gekomen helaas. Beide hadden wat allergieplekjes. Onder andere Diesel heeft flinke oorontsteking, had hij. Ze staan nu beide op hypoallergene voeding. En ze zijn alleen maar verbeterd daardoor gelukkig. Hun huid is veel rustiger, hun vacht is groeit weer mooi terug. Ze houden niet van andere honden, wel van elkaar. Dus het liefst willen we ze samen plaatsen. Maar goed. Allebei een eigen plekje mag ook, maar ja, onze voorkeur heeft met z'n tweeën. Zou het mooiste zijn. Wandelen vinden ze heerlijk, zijn nog hartstikke sportief, willen lekker spelen. Ondanks dat ze wat ouder zijn, andere honden vinden ze echt niet leuk. Dan gaan ze flink tegen de keer helaas. Maar goed, ja, het zijn wel steffies. En voor de rest, ja, schatten van honden, willen lekker knuffelen, lekker bij je zijn. En ja, kom ze halen.